Iedere week testen we hebben dingen op hun functionaliteiten en vooral op gebruiksvriendelijkheid. Vandaag de volgende stap in gaming. Nou, deze week even geen echte hebben ding, maar wel iets wat veel van jullie vast zal aanspreken. VRTech, een grote speler in de VR-wereld, sloeg onlangs de handen ineen met Wargaming. Dat is een gameontwikkelaar van andere World of Tanks. Nou, zij nodigden me gisteren uit voor een exclusief voorproefje van een totaal nieuwe gameervaring en beloofden me dat ik er sowieso van onder de indruk zou zijn. Nou ja, dat liet ik me natuurlijk geen twee keer zeggen. Ik ben nu in de garage van Neurogaming. Neurogaming is een samenwerking van VRTech en Wargaming. We zijn samen gefuseerd tot één groot VRTech bedrijf. En bij ons kan je dus PlayVR spelen, dat is gewoon normale VR, maar ook Polygon VR. En Polygon is free roaming met multiple sensoren over je gehele lichaam, waarbij je gehele skelet gescand wordt al voordat je de game ingaat. En dat het ook correspondeert en dat het programma weet waar je bent en wat je exact doet. Maar ik ben vrij lang. Word ik dan gewoon ook eerder door mijn hoofd geschoten in een schietspel? Ja, je bent best wel een schietschijf. Hoe langer je bent, hoe makkelijker je geraakt wordt. For now it is for commercial use. And of course you can come to these events, these places and play. But that brings a really fun social aspect to it as well, I believe. Dit is de toekomst voor alle VR-hallen binnenkort. Dus dit is eigenlijk wat je nu in de VR-hallen hebt. Dit is next gen. Dit is de volgende stap. Next level gaming dit? Next level gaming, absoluut. Hij heeft net uitgelegd dat ik dus dadelijk dit opgehangen krijg. Het zijn allemaal sensoren die mijn hele skelet eigenlijk in de computer gaan inladen. Die krijg ik op mijn voeten, op mijn handen, op mijn borst, achterop. En daarmee ben ik dus eigenlijk precies ingeladen in de computer. Dus zoals ze al uitlegde, maar qua lengte en alles zou dan helemaal moeten kloppen. Dit is dan het wapen dat ik krijg. En dat is wel grappig, want er zitten dus allerlei vibrerende onderdelen in die heel erg matchen met het wapen wat het is. Dus dit kan ook gewoon een automatisch geweer zijn, het kan ook een shotgun zijn. Het kan zelfs in een horrorfilm bijvoorbeeld een cirkelzaag zijn, dan voel je hem echt helemaal ratelen. Dus als ik hem nu zo indruk, dan heeft hij echt een soort van terugslag. Wat we hier om ons heen zien, dat zijn dus cameraatjes die de trackers, die ik dus dadelijk op mijn lijf heb, zien. En die meten mij hoe ik hier in die wereld loop. Ja, ziet je. Oké. Volgens mij is de missie dat we moeten iets doen en om opgehaald te worden door de helikopter. En ondertussen krijgen we natuurlijk heel veel vijanden op ons af. En we moeten zorgen dat we deze missie gaan halen. Dan kan ik tegen objecten schoppen. Oh ja, dat Tasha. Je moet tegen dat vat. Dit op daar. Hey, hoppatee. Ik heb niet heel veel ervaring op het gebied van VR, maar dit was wel echt next level. Je ziet ook gewoon jezelf, je handen en je geweer en met dat lichtje. Je kan dus in zo'n setting met maximaal 4, zoals wij nu gedaan hebben, spelen. Je zou ook nog 4-4 kunnen doen en dan komt dus zo'n andere setting, die ze bijvoorbeeld nu ook in New York en in Moskou hebben, van pas. Want dan kan je daar met een team wat daar zit tegen elkaar spelen of met elkaar of wat dan ook. Heel vet. Ja, echt heel cool. Ja, je zag het al. Ik was dus erg verrast en onder de indruk. En daar zouden we zo ook nog een uur in willen spenderen. Nu is de grote vraag natuurlijk, wanneer kunnen we allemaal meedoen? Nou, dat wisten ze me helaas nog niet te vertellen. Waarschijnlijk later dit jaar. En dan is te hopen dat je op heel veel plekken kan spelen. Want ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugde natuurlijk. Thuis kan zo'n enorme setup, ja, voorlopig natuurlijk nog even niet. Maar wie weet wat daar in de toekomst nog gevonden wordt. Voor mij betreft een dikke 9 voor dit nieuwe gamen. En ik ben niet eens een gamer, kun je nagaan. Volgende week, Richard, je wel zelf kan aanschaffen. Tot dan!